We zijn hier in Anderlecht. Het is een tuinwijk gebouwd in de jaren 20. Genoemd Bonaire Goede Lucht. De twee namen zijn in omloop. In 2013 werden we uitgenodigd voor een wedstrijd. En daarin werd de vraag gesteld om een voorstel te doen voor de renovatie van een woning in deze tuinwijk. En om die renovatie aan te pakken volgens de principes van Active House. En we waren daarin bijzonder geïnteresseerd om daaraan mee te doen, omdat we wel de kwaliteit zagen van een tuinwijk zoals deze. En dat we het wel als een uitdaging zagen om daarin op energetisch en comfortvlak heel ver te gaan in die renovatie. Het Active House principe, dat moesten we op dat moment ook nog leren kennen. Dat is eigenlijk een standaard die is opgezet met als doel om gebouwen zo te ontwerpen dat ze beter presteren, maar niet enkel op energetisch vlak, ook op energetisch vlak, maar ook op vlak van comfort en naar duurzaamheid toe. Dus dat was ook van bij de wedstrijd al duidelijk. Dus er was al direct de vraag gesteld om die renovatie te doen binnen de budgetten van de sociale huisvestingsmaatschappij, want het is een sociale woning. Dus zowel naar investeringskost als nadien voor de bewoners, de gebruikskost van het gebouw, was een heel belangrijk aandachtspunt. Dat was bij het eerste bezoek aan de woning. Ja, merkten we dat inderdaad de ramen heel klein waren, alles heel gesloten. En een van onze doelstellingen was om elke kamer eigenlijk op een goede manier enerzijds licht, maar ook zicht te geven. Dat komt aan die tweede component van die Active House Radar, dat comfort. Dus dat licht zit in dat comfort en ook die verluchting maakt deel uit van dat comfort. Dus elke kamer ramen maximaal vergroten, zonder daarbij de gelijkwaardigheid met de naastliggende gebouwen te verliezen. Dus we hebben wel de bestaande openingen hebben we gebruikt. Die zijn soms naar beneden wat vergroot om zichten te krijgen, waar dat die anders net te hoog zaten. Dat was één punt. Dan hebben we ook eigenlijk via de traphal gezorgd dat elke ruimte tweezijdig licht krijgt. Dat je niet enkel het raam hebt aan de gevel, maar dat er een centrale plek is in het huis waar er een andere kwaliteit van licht bij komt. Dat is het lichtaspect. Diezelfde traphal, een aantal van die ramen gaan automatisch open, zodanig dat als de temperatuur, de buitentemperatuur het toelaat, dat we met natuurlijke verluchting werken. Dus buiten gevelramen gaan open, dakramen gaan open en de ramen boven de traphal gaan open. En die traphal vormt eigenlijk een luchtschacht waarbij gebruik gemaakt wordt van stekeffect, waar dat de slechte lucht naar buiten gaat en de verse lucht wordt aangezogen via de gevels. Dus eigenlijk is dat een soort basisprincipe die op heel veel woningen toepasbaar is. De traphal gebruiken om lucht te evacueren, licht binnen te brengen en via ramen opnieuw licht en lucht in de woning te brengen.